Hallo iedereen, we zijn weer terug. We hadden dit eerder moeten doen, maar dat ging niet helemaal goed. In ieder geval. Zo opnieuw? De vorige keer, we wilden dit op dinsdag doen, maar moest ik op een gegeven moment opeens... Alles zat in onze weg. Alles zat in onze weg, om simpel te houden. Sorry, alles knipt nu, holy shit. In ander nieuws, hoe is Kondo? Kondo is letterlijk een tank in elke board. Veel schade, heel veel HP's als je kan zien. Heel veel verdediging. Alleen, hij is hartstikke langzaam. Maar hij moet wel, uiteindelijk hij is een gorilla. Ja, weet je, dat is waarom ik ook denk, hij moet een tank zijn, hij is een gorilla. Each attack packs massive damage. That can both. Don't worry, I didn't do any massive damage before your boss barged in. Fucking love Raid, man. Best end ever. I'm now attacking her weak point for massive damage. You know what? That's eigenlijk fitting. Konden ze die zat ook en met heel veel ding jatters te bevechten. Ze waren bijna dood ook. Maar god, wat is een Yato als de mens het gemakkelijk kan verslaan? Een heel leger. En bijna sterf. Het is kracht van anime. Ik weet zeker ook niet of ze verslagen worden, want ze denken: fucking anime bullshit. Ja, de Pachinko ruineert deze ultimate aanval nu. Nee, maar je kreeg HP terug. Eerst gaat deze tornado, hij schiet van een fucking tornado, though. Fucking hell, ik wist niet dat gorillas dat zulke shit kunnen doen. Het is de windgorilla blijkbaar. Wel, hij moet wel zulke dingen doen nadat hij met zijn bruid had. Ja. Wat is bruid als een gorilla? Wat fuck is dat quote van? Ik weet niet waar de quote van is, ik weet wel waar de foto van was, though. De foto was van de Zonswitch arc waar Shinsengoor veranderde in de bende van Fist of the North Star. I am shock! Geweldig. Dat is mijn favoriet gedeelte met de Fist of the North Star beat. Fist of the North Star referenties is de fucking team dat speelt. I am shocked. Het is maar eerlijk gezegd, Fist of the North Star is volgens mij de meest memorable ding aan Gintama gewoon. Want het gebeurt fucking elke keer. Ja, het is een beetje een running gag. Ja, het is like de ene keer heb je de Soul Switch en de andere keer heb je like Hijikata die helemaal wild wordt met wat hij ziet. En dan ziet hij dat de hele stad wordt aangevallen door zulke mensen. De andere keer wordt Simpachi, like... Wat was die fucking hoofdkarakter's naam? Gewoon Ken. Ja. Weet je nog toen de budget of ze geen toen de mangaka dood ging en of ze geen budget meer, ze hebben gewoon één stijl veranderd en wist op de North Star. Was het ook niet zo dat hun opening werd veranderd? Ja, in Paint werd gedaan. De opening werd gedaan in Paint. Alleen in Game Time zou de opening gedaan worden in Paint, geloof ik. Even kijken. Ach, toen het in Paint werd gedaan, was dat niet ook in de populariteitsarc? Ja. Want de gorilla, like, zo had je de manga zelf, was hoger op de populariteitsbol dan Otai. Dus Otai ging letterlijk het beeld uit te verwoorden. Oh ja, want Otai was fucking pissed off, want gorillas waren veel populairder dan haar. Alle gorillas waren populairder dan haar. Ja, dan ben ik zeggen, I can't blame the voters. To be honest, it's like... Kom op, Otai zelf is een gorilla, zo ik begrijp niet echt waarom ze het over zeurt. Dat is de reden waarom Kondo van haar houdt. Er zijn twee gorillas die samen gaan. Kijk, het is fucking... Wacht, ik hoor gebroken glas. Oh shit, oh fuck! Ah, fuck! It's like... Zelfs Kaugarout noemt haar steeds gorilla zus.
En dat droplet naar Kondo's, like, animaties, like, zijn stilstaand pose. Ik leef toch. De gorilla vrouw pakt erbij. Ik moet... Ik bedoel, ik heb nu de helft van mijn lichaam verloren, maar de commentary must go on. Het is één wat ik merk met Kondo's animatie ook is bij het einde, wanneer die klaar is en dan stilstaat, is alsof ze zwart ook een paar kilo weegt. En dat hij dan heel zwaar op zijn denk schouder zet. Ja. Als je niet weet, is dat hij zoveel weegt als een W-lord. Dat is niet echt zo erg zwaar, als je het mij vraagt. Ik weet niet wat de zwaarste Pokémon is. Ik dacht dat Zweedoord het was. Zweedoord is de grootste Pokémon. Ja, het fucking is. Het zwaarste is... Ja, Groundon. Groundon Primal is de zwaarste. Het is gewoon, de zwaarste is zo'n zwaarste Groundon Primal. Weet je, ik zit te denken aan Kondo die letterlijk Groundon gebruikt als een zwaard. En dan zit ik te denken aan de einde arc waar ze in Dragon Quest zitten en ze gebruiken mensen als wapens. Heb je Kogra die de Demon Lord gebruikt als een zwaard. Oh. Als je afvraagt waarom Kondo's, zwaard, windeffecten geel zijn, dat komt het is de kleur van bananen. En hij is een gorilla, dus ja. Ik zou het niet moeten uitleggen, maar ik weet, sommige mensen. Zo, Groundon is... normale Groundon is 950 kilo. Primal is 1000 kilo. Zo ja, dat is... Man, die low kick zou hem fucking vermoorden. I know, right? Fucking level 1 bankje met low kick zou hem vermoorden. Het is gewoon jammer dat low kick en max een cap heeft van 150 als ik het goed heb. Heeft het? Volgens mij wel. Oh, in een geval met Wailord, hij is 400 kilo. Maar hoe de fuck ga je een Wailord low kicken? Dat is een vette manier. Oh, het is mijn turn nou, fuck. Hoeveel ging gedeelte van Apato in deze arc? Hij heeft weer een robotarm aangemaakt en die gaat gelijk weer eraf. Nou, het is een goed ding dat ze robotarm is. Nee, maar hier is al net opgehaald. Waarom is het of die army erop gaat? Want het is gewoon zijn stomme broer, zijn stomme baas dat de hele tijd doet. Dat zijn arm leuk vindt. Ah, wat een arme ziel. Man, die arm gaat worden de wild in deze commentaries. Dat is al moeten ook zijn eigen team. Eerst maakte de hele tijd arm grappen tijdens Star Wars en nou dit. Wat. Het is allemaal Dark. Dark Vader kon niet stoppen daarmee ook. Dat is fucking gestoord. Die arm gaat eraf. Ah. Ik kan zeggen dat het een grote disarmament is. Kom op, zo. Lach een beetje. Sorry, vader, maar de ruimte is heel erg koud. Mijn schouder is nu ook heel erg koud. Oh, ik heb hem hier de console. Oh, you fucking... smartass. Ik merk dat Kondo's special heel erg klein is, in ieder geval met afstand. Het lijkt alsof het heel veel range heeft, of niet? Maar het is niet zo. Ja. Het is gewoon een hele kleine groep mensen. Zoals deze groep. Iedere persoon achter hem wordt het eens meegezogen. Ik heb iemand die heel erg snel is en heel veel aanvallen kan doen dan iemand die heel slow is. In dit soort spellen. Gintoki of Hisoka, Ichikata. Ja, Ichikata. Je hoort voor moment zeggen Hisoka van Dick. Van Hunter, Hunter. Maar ik denk niet dat Hisoka een persoon is die grote aanvallen gaat doen. Ik weet niet, misschien kan ze budget cum 50 mensen vastplakken en dan gooit ze allemaal in de lucht. Zou kunnen.
Ik zie hem meer als de, like hij maakt het ook meer duidelijk. Hij is meer de one-on-one guy, de assassin guy. En ook de trick guy, trickmaster. Yeah. It's like, nou, iemand like een hunter, als je like afvraagt wie echt grote aanvallen zou doen, dan waren er twee eigenlijk die ik kan zien. Like de samurai gast van Spiders en de gorilla gast die stierf. Ik zou ook zeggen Kuliwa's opa, degene die de draakavond deed, de Dragon Dive. En zijn vader ook, hoogst. Waarschijnlijk wel. Want uiteindelijk, hij deed een grote energyball aanval. Bij het einde. Ik kom erin dat iemand een soort supernova aanval gebruikte. Ja, dat was Killua's vader. Ah. Toen hij tegen de Spiders baas vocht. Ik sta hier. Oh fuck, ik heb hem van de lucht geslagen. En dus kun je geloven dat. Dat Final Fantasy Sonic X een nieuwe aflevering krijgt. Maar ja. Ja. Like, heb je die opening gezien die ik heb gestuurd? Ja, ik heb het gezien. Nu is Link ook te vijand geworden. Ja. Hij is like, what the fuck? Ik kan niet geloven dat het weer terug is. En blijkbaar heeft de maker ook een jaar oude kind. The fuck? Holy shit, dat is lang geleden dat ik dit deed. Weet je wat, ik was... Hoe oud was ik toen episode 6 bestond? Ik zat in groep 6. I mean, fuck! I know, right? Hopelijk hebben we meer dan één gevecht in dat spel. Het ziet er wel uit alsof er heel veel gebeurt. Volgens hem wordt het de beste aflevering. Weet je, ik herinner me nog aflevering 6, waarbij we like, heel veel gevecht hadden, maar weet je wat het was? Like, in de opening. Ja. Maar we zagen niks. Dus ja. We zagen alleen echt een gevecht tegen die fan-karakter en Storm Eagle. Zo weet je. Dat seconde voor je. Wacht. Maar hij heeft toch steeds een Shin-Gumi-uniform aan. Wat je niet weet is dat Hichikata heeft, iedereen heeft voorgefilmd. Al een dialogbox hebben ze voorgefilmd. Dus ze vragen vergeten dat ze andere outfits aan moesten doen. Ah, I see. En dan kunnen we als Gondo spelen. Nice. Waarom heb ik een zwart beeld opeens? Wat gebeurt er? Waarom is mijn muis weg? Ik zie alleen komen voor je, Jesse. Ik zie alleen de void. X-Dead? Serieus, dat blijft toch heel lang zwart. Wat gebeurt er? Oh, je ziet niks nu, toch? Ik zie alleen zwart nu. Oh, het is gewoon, even naar de volgende scène. Hier zeggen ze gewoon, ja, ik ga dood met mijn generaal. Waarom de fuck werd... Pocky is gestopt. Ik kan het boeit me fucking, ik weet niet eens wat een fucking Pocky is. Laat me rust, Pocky. Fuck off. Zo, je hebt de post over dat ze gaan met eer gaan sterven. Oh, dat is gezellig, ja, dat is gezellig. Alleen maar fucking Google Chrome is gestopt met werken, what the fuck is dit shit? En blijkbaar wat een van de ninja vrouw een lichaam gebruiken wanneer ze de kans heeft. Oh, ik hoor geluid nu. Ik hoor iemand lachen. Kan het beeld terugkomen alsjeblieft? Ah, het is uit. Oh. Oh, en een skitterpauze doen. Blijkbaar kan ik de video niet op fullscreen zetten, anders dan ga ik naar de fucking void. Ik bedoel, fuck me, right? Vind je hem uit. In ieder geval, hun bij haar bezig zijn, zijn we hier terug met Kim Toki, die de rest aan het uitschakelen is. Want hun zijn hier. Ja.
En Gedok is iets wat hij geweldig te doen met dit. Is dat like een nieuwe basic pitch move of zo? Die drie lage. Is dat like de basic pitch move? Zeg de drie trage combo's? Ja, dat is een basic pitch move. Drie. Vraag me af hoeveel ze moesten betalen om die Kamehameha te doen. Well, to be fair, deze bedrijf heeft al de rechten op Dragon Ball Z. Like, Bandai heeft al recht op Dragon Ball Z, als je erover nadenkt. We hebben spellen voor het dat gemaakt. En Gintama is een product van Bandai. En Gintama en Dragon Ball zitten allebei in Jump. Dus, I guess het is legaal. Zou het een free roll Fnus zijn? Het is een anime ethno state, en dus dat is alles wat je moet weten. Ondertussen was Takasugi en iemand anders tegen. Hoe de fuck kan ik zijn naam nu vergeten? Over wie hebben we? De gorilla? De ninja. Takasugi vocht ik tegen fucking de gorilla. Takasugi en Kamui vochten tegen Zenzo, want Zenzo was niet slecht. En het is of hij slecht was, zodat hij de schuld krijgt van de moord van de neppe shogun. Alleen Takasugi geeft nul fucks, hij wil gewoon alles vernietigen. Hij told you already, Kintoki, I simply destroy. Zo ja, het is nu... Zo van ja, dit is zo'n beetje Takasugi's gevecht en... Het meest brutal gevecht van ze allemaal. Ja, het is echt een van de meest brutal gevechten. Het was geweldig. En het is eigenlijk, je had steeds dat ze elkaar in elkaar staan, like fucking Mongolen. En dan tussendoor heb je die flashbacks. Ja, nou, dat hier ook heb by the way. Wat dat voor mij part beter maakte. Ja, het werkte geweldig bij dit gevecht. Want het gevecht had niet zoiets als een like trage pace of een snelle pace. Dat perfecte pace. En de flashbacks. Ja. Want iedereen was altijd geïnteresseerd. Like, waarom de fuck zijn we tegen Takasugi? Waarom is Takasugi sterk? Waarom wil die simpel gezegd alles vernietigen? Dat hij een edge boy is en een skateboek heeft al eerder gezegd. Oh, het is waar. Hij is een edge boy. Het is een ander ding dat het gevecht zo goed maakte. Was dat er was geen muziek in het hele ding. Nee, het was geen muziek. Het had heel veel emotie erachter wat het goed maakte. En ik denk dat dat het meest belangrijk is met gevechten. Soms als het echt een belangrijk gevecht is. Als er geen muziek bij is, dan weet je ook dat er niet wie gaat winnen. Maar alleen de tensie hoog wordt. To be fair, er is ook een subversion daarmee, want die dacht dat Shad misschien zou winnen met de muziek in de achtergrond. En like, en dan verliest hij gelijk, is like, nou, fuck you. Dat kan. Wow, het is best wel ironisch, hè? Like, eerst waren ze al goede vrienden, ze werken samen in de Joey War. Ze vertellen elkaar om niet dood te gaan. Ze waren zelf de student en alles. En dan was het like, Takasugi, we waren altijd op verschillende paden. We waren nooit samen. We waren gewoon toevallig op dezelfde plek. En ik verliet de gans. Takasugi, ik hielp houden met de fucking Nightcore. I know, a fucking knife. Ik had fucking knife. No touch my team. Don't talk to me or my team again. Fucking knife, Cordell Offers. Ano Gintoki to are dake yari attan desu kara. Nayande, mayotte. Kimi wa kimi no omou samurai ni nareba ii. Eerlijk gezegd, zonder al die flashbacks was deze gevecht like 2 of 3 minuten lang. Dat wil ik eigenlijk weten, want het gevecht is niet bepaald makkelijk. Nee. In geval met like, de anime zelf. En zelfs ja, dan, ongezet ondertussen in die cutscenes, like, in die flashback waar ze ook aan het vechten. Ja. Volgens mij duurde dit gevecht 2 afleveringen lang, alleen maar door de flashbacks. Ja.
Naruto! Sasuke! Oh mijn god, dat is 1 op 1 met dat. Elke shonen heeft het nodig, hè. Kakarot! Vegeta! Naruto! Sasuke! En dan heb je One Piece, like... Hey Zoro, gaat het? Ik vermoord je, Luffy. Ah, oké. Okay. Sla hem in het gezicht. Dank je. Luffy. Donkey! Nou, het is like, je hebt dan natuurlijk Naruto en Sasuke die tegen elkaar aan het schreeuwen zijn. Dan komt er opeens Donkey tussendoor zeggen, Donkey! Nee, nog beter. Donkey wordt gesasuke'd en gaat op zijn eigen pad om slecht te worden. En Shrek komt tegen hem vechten. SpongeBob! Octo! Tariku! Squidwardo! Octo! Ronaldo McDonaldo! Burger Kingo! McDonald's! Burger Kingo! Riku! Sora! Sephiroth! Claudio! Ik kan nog de hunter versie ervan. Isoka! Kron! Vind ik. En hier zien we waarschijnlijk een van de meest hartbrekende momenten. Een zwart beeld. Ja. Dat brak mijn hart in twee. Ja, dat is waar. De dankjewel kwam van like Sensei. Toen Gintoki like zijn eigen leraar ging onthoofden. He's gone, Takasuki. Shoyo is gone. Man, dat moment is zo fucking hard ook. Ik voelde, like, ik had opeens, like, ik voel me slecht voor Takasuki nu. Alright. Naruto!